De taalkundige Hein Eersel is gisteren met staatseer ten grave gedragen. Eersel heeft sinds 1961 zijn bijdrage geleverd aan de instandhouding van de verschillende moedertalen in Suriname. En heeft als linguist altijd getracht om de start van het onderwijs in alle moedertalen te laten geschieden. Hij stierf op 11 juni, twee dagen na zijn 100ste verjaardag. Om zijn nalatenschap te vereeuwigen heeft minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op Eersels zijn 100ste verjaardag het Hein Eersel Instituut aangekondigd. Dit instituut zal bijdragen aan een professionele aanpak van de meertaligheid binnen het Surinaams onderwijs. Na een dienst in de Heilige Familiekerk vond Hein Eersel zijn laatste rustplaats op de RK begraafplaats.